Ja, dames en heren, dit is Ruurlo vandaag. De slipjacht gaat beginnen vanuit Ruurlo, een rondje Berkeland. En hier maken de mensen zich klaar. De paarden, de hulpen van de paarden enzovoort. En we gaan eens even vragen wat zij daarvan vinden. Oké, heb je er zin in of ben jij groen? Ik ben groen. Jij bent groen? Ja. Ja, dan mag je niet meerijden, hè? Nee, ik mag niet meerijden. En wie gaat er op het paard zitten? Frank Kloppert gaat op het paard zitten. Wie? Frank Kloppert. Oké, heeft hij gisteren ook meegereden vanaf ja. Rekken? Ja. Oké, dankjewel en veel succes, hè? Dankjewel. Hoi. Even kijken of we een andere spreker krijgen. Dag meneer. Goedendag. Ik ben van Ruurlo vandaag, de plaatselijke website. Kijk al. Heeft u gisteren ook meegereden? Ik heb gisteren ook meegereden, ja. Een mooie dag gehad. En hoe was het mooi vanuit Rekken? Hele mooie jacht gehad. Ja? Mooi terrein en natuurlijk schitterend mooie omgeving hier. Oké. Ja. Oké. En u heeft er nu wel weer zin in om helemaal naar Gelselaar te rijden? En ik hoop dat hij er ook zin in heeft. En wie is hij? Dat is mijn Moos, een volle Groninger. Een volle Groninger? Dus, oh jee. Daar gaan we mee, Die komen uit het Hoge Noorden. Ja. Kijk eens. Heeft Moos gisteren ook gejaagd? Nee, had ik een ander. U had een ander paard, hè? Ja, ja. Je kunt ze niet twee keer op één dag, of in twee dagen. Het zware werk. Nee, niet te zware werk. Nee. Oké, ik wens u veel succes. Dank u wel. En hier staan de andere paarden die gaan deelnemen aan de slipjacht. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging. En dit deel is georganiseerd door het jachtcomité in Ruurlo. Die dat geloof ik ook alweer 25 jaar doet. Hè? Goedendag. Goedendag. Ik ben Ruurlo vandaag. De plaatselijke website. Okay. Heeft u gisteren ook meegereden? Ik heb gisteren ook meegereden. Ja. Op een ander paard, hè? Ja, want het was toch wel een grote rit. Ja. Zwaar. Oké. En ik ben vandaag voor het eerst op deze. Ik ben benieuwd. Kijk eens. Ja, ik ben ook benieuwd. Want het is voor u de eerste keer zeker helemaal naar Gelselaar te rijden, toch? Precies. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. En maar waar heeft u dan overnacht? Hier in het hotel. Hier in het hotel, in Avenarius? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Zeg heel veel succes. Dank je wel. Oké. Ik heb nu het wacht hier, hè? Sorry, dank. Nog één ding vraag. Waarom hebben sommige mensen, dus voor onze lezers dan, een blauw jasje aan als ik zo onderbied? De dames die moeten in zwart of in blauw jagen. Ja. En de heren, als ze beginnen, dan beginnen ze met een zwarte jachtrok. Ja. En deze rode man die net voorbij... Die rijdt dan al een aantal jaren mee. Oké. Okay. En dan met goed gedrag in het veld, zeg maar. Ja. En ervaring kun je dan de rode jacht verdienen. Ja. En wat is goed gedrag in het veld? Nou, dan dat je toch beleefd bent in het veld en je aan de regels houdt. Ja, ja. Er zijn natuurlijk toch met zoveel paarden en mensen wel bepaalde regels waar we aan moeten houden. Begrijp het. En rijdt u dan achterin of voorin of nou, maakt dat niet uit? Nou, een beetje aan het type paard. Ja. Ik weet niet, deze rijdt denk ik een beetje rustig achteraan. Hoe heet uw paard? Mac. Mac. Ja. Dus dat is een man? Ja. 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 Oké. Okay. Ik zou eens even een trapje doen. Ja hoor, oké. Dank u voor de... Moet ik iets doen? Of, Nee hoor. Oké. Dank u voor de medewerking. Ja. Gaan we even door. Waar even doorlopen? We hebben daar een trapje staan. Zo, dat ziet er gezond uit. In ieder geval. U bent ook krom of gaat u rijden? Nee, ik ga rijden. Meneer. U gaat rijden? Ja. Heeft u gisteren... Ik ben van Ruurlo vandaag... Dat is de plaatselijke website met schrijvende en... Sorry, ja? Die mevrouw? Ja, die heb ik net gesproken. Dat is echt een paarden. Die mevrouw is echt een paardenvrouw? Dat is nou echt een paardenvrouw. Ja, ik ben ook een beetje paardenman. En die rijdt alle jachten. U rijdt, ik ben van Ruurlo vandaag, dus de plaatselijke website. En ik ben even brutaal om u even zo op te zoeken.
Hoe was het gisteren met van was rekken? Superjacht. Ja, van een superjacht. Wat maakt iets een superjacht? Nou, het is sowieso een unicum dat we als vereniging 2 dagen achter elkaar jagen. Ja. En dat er dus ook in het kort tijdsbestek een heel nieuwe jacht neergelegd wordt. Ja. En, ja. Dus die eigenlijk nooit verreden is. Ja. En dat het ook gelijk een hele kwaliteitsvolle jacht is qua hippisch aspect. En ook voor het mooie, dus het gebied is sowieso al een uniek gebied hier in Nederland. Ja. Dus waar je ook prachtig ook kunt jagen met de honden. Ja. Dus wat dat betreft is het gewoon een, echt een unicum. Het is natuurlijk ook 90 jaar op stel van de Vereniging van Nederland. Dat vind ik toch wel een beetje. Dus ja. Dat vind je toch wel. En we zijn ook de oudste langst bestaande vereniging. Ja. En ik vind het echt iets heel traditioneels, wat eigenlijk door vandaag de jeugd toch in stand gehouden wordt. Dus precies. Dat is wel leuk. Maar hoe lang jaagt u bij de vereniging? Want deze mevrouw zei, deze mevrouw is een kenner. U bent een kenner. 11 jaar. 11 jaar. Ja. En hoeveel keer per jaar jaagt u dan? We rijden 2 jachten in de week. En dat gaat van oktober tot en met maart. Ja, als de landerijen leeg zijn, om het zo maar te zeggen. Ik denk, ik ben een redelijk fanatiek jachtruiter. En ik denk dat ik nou tegen 600 jachten gereden heb. Zo. Krijg je daar nog iets voor? Per 100 een medaille of zoiets? Een stomme medaille. Een stomme medaille. Die heeft u niet om in ieder geval. Wel, het zit op mijn jas. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank en een goede jacht richting Gelselaar in ieder geval. Ja, dank u wel. Oké. Okay. Ja,